wat je hier ziet is de gestolde verbeelding van het ideaal van de verlichting. De mens onafhankelijk te maken van vorst, van koning, van god, van de regenten, van staat, al dat soort dingen. En dat deed je door onwetendheid weg te halen. En dit is precies wat het is. Je bent hier bij het verstand en het hart. En dus hier, deze enorme ruimte, is gewoon eigenlijk de verstolling, het vastleggen van een totaal universum. Als je deze dingen die hier liggen, de wetenschap, de kunst, de techniek die hier bij elkaar gebracht is, gebruikt om die toekomst te vinden, dan vind je over een tijd vind je de eeuwige waarheid. Als je zegt het is een totaal universum, waarom maak je dan niet een cirkel? Nou, een cirkel is statisch. En die mensen in de verlichting, en wij tegenwoordig nog, denken niet in een cyclische tijd. Wij denken in een lineaire tijd. Wij denken niet aan dag en nacht en zomer en winter en oogsten en zaaien en jaar in jaar uit. Nee, wij denken van een begin naar een eind. Men begon in de 17e eeuw, Christian Huygens ontdekte pendule. Daardoor kun je een horloge krijgen, klokken komen op kerken. Dus mensen beginnen eens te ontdekken, dit gaat veel sneller dan wij dachten. Die tijd loopt voor je neus weg, dus ik moet heel zorgzaam zijn met mijn tijd. Lineaire tijd, zoals wij hem ook nog kennen. Die hele geschiedenis van de korte termijn denken zoals we die nu kennen, komt hier vandaan. En daarom geen cirkelvormige zaal, maar een ovale zaal. Want hier zit een lange as in, dat is die tijdsas gewoon lineair, die kant op, dynamisch. Daarom ovaal. Teylers is het enige museum wat echt de logica van het museum heeft. Dat is bewaren, dus zoals elk museum doet, maar dat gebruiken als laboratorium. Als ontwikkelen voor nieuwe dingen. Kom op, we gaan naar de instrumentenzaal. Hier zijn dus hele wezenlijke dingen ontwikkeld in de wetenschap, waardoor wij nu verder zijn gekomen. Wat ook de ondergang van Teylers is geworden. Want door die ontwikkeling in de wetenschap zijn twee dingen ontstaan. Aan de ene kant zijn daardoor de grote bedrijven ontstaan, Siemens, Philips, noem maar op, die dus ineens grote laboratoria konden financieren die Teylers niet kon financieren. En het tweede is, en dat is nog veel interessanter, dat door de ontwikkeling in wetenschap en techniek wij erachter zijn gekomen, dus door die ontwikkeling die mensen hebben gestimuleerd, wij erachter zijn gekomen dat die waarheid helemaal niet bestaat. En dat eigenlijk er zoveel waarheden zijn als er mensen zijn. Het ligt maar helemaal aan hoe je verbeelding het ziet. Toen ik hier voor de eerste keer kwam, was ik gefascineerd door twee dingen. Je kwam hier helemaal terug in de 19e eeuw en in de 18e eeuw. Dus een totale tijdmachine terug in de tijd. Dus ik dacht, daar moet je helemaal niets aan veranderen. Dat moet je zo laten, want dat is zo mooi, dat kun je nergens meer in Nederland vinden. Ik was gefascineerd door het licht hier, door dat daglicht. Toen ik hier was, was zo'nzelfde soort dag als vandaag. Regen, donker. En ik moest om 4 uur naar huis. Want toen was er geen licht meer genoeg om het allemaal te zien. En dat vond ik zoiets fantastisch, dat mijn gedachte was, dat moet zo blijven. En we moeten dus zorgen dat het daglicht zo goed mogelijk blijft. Ik kan er net niet in kijken. Hij komt er achteruit. Volgens mij is deze dinosaurus niet helemaal echt. Nee, maar volgens mij is het ook geen dinosaurus. Nee. Volgens mij, het is een beer. Die schroefjes. Dat is wel grappig om te zien. Die staart is heel erg. Ja, hij is wel heel erg goed gevonden. Volgens mij is hij niet helemaal afgemaakt. Nou, een beer heeft niet zo'n hele grote staart, hoor. Als je hier komt, dan deelt zich weer die geest aan je mee uit die tijd. Van die mannen hier uit Haarlem, die nette mannen, keurige mannen, die met elkaar zo'n genootschap vormen en dan gaan voor wetenschap en kunst. En daar willen ze alles van hebben. Ze willen daar ook geld aan bijdragen en zo. Het moet allemaal mooi, het moet allemaal goed. En dan kopen ze bijvoorbeeld zoiets als dit ding, deze elektriseermachine. Dat is een fantastisch ding. In Frankrijk werden die glazen platen gemaakt. En daar is dan een zwengel. En wat er dan gebeurde, en daar ging het natuurlijk om, elektriciteit werd opgewekt.
Dus werden er een paar bedienden aan die zwengel gezet. En die moesten draaien, draaien, draaien. En dan gingen deze glazen platen draaien tussen dat paardenhaar en zo. En op een gegeven moment, als er genoeg tempo was gemaakt, hoorde dat schuren en schuren. En dat zingen, dat ging steeds harder en hoger. En dan ineens bam! Dan was er een enorme knal, een vonk, een explosie. En dat was de elektriciteit. Die ze hadden opgewekt als het ware een bliksemflits. Hadden ze zelf opgewekt. Nou, dat was natuurlijk iets fantastisch. En daar wilden al die mensen ook naar komen kijken. Dat was in die 18e eeuw ook zo'n fantastisch element. Dat wetenschap, dat was ook theater. Mensen wilden allemaal komen kijken naar wat de wetenschap allemaal vermocht. Dan had je hier van die fantastische middagen of avonden waar die kerels, natuurlijk allemaal mannen, vrouwen waren nog niet zo erg in tel, allemaal bij elkaar kwamen om al deze instrumenten te zien gebruiken. En vervolgens werd die kennis natuurlijk wel weer doorgegeven. En dat is voor mij als schrijver en als liefhebber van de verlichting, is dat een, ja, is een wereld waar je erg mee verwant voelt. Ja, je zult het dan even, dat is een blaadje. Ik weet niet. Kaken dus van lepelitura. Het is in ieder geval een kaak. Dan kan ik het niet echt in zien. Oh ja, hoe zie ik het? Het ja, een soort van vogelding. Dit lijkt wel een krokodil. Maar goed. Denk je dat die grote daar zo nog leeft? Weet ik niet. Hij is wel heel erg groot, maar misschien dat hij nog in de oceaan leeft. Dit is de eerste schilderijzaal. En dat is ook letterlijk dus de eerste schilderijzaal van het museum. Want je had de eerste ovale zaal en dit is een van de eerste uitbreidingen. Mm-hmm. En wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat het echt ja, heel historisch nog is zoals het eruit ziet. Dus dat kan je heel mooi zien nu op deze tekening die hier toevallig eigenlijk staat voor een tentoonstelling. Maar dit is een tekening van Grijven uit 1862. En nou ja, je ziet, er zijn wat dingen veranderd, maar die zaal is bijna nog gewoon precies zoals hij toenertijd ook was. Dus al die schilderijen zijn helemaal gestapeld, opgehangen. Cool. En als je, ja, je kan echt gewoon zoeken en kijken en je vindt de werken weer terug. Dus hier is een historisch stuk wat daar hangt en die twee werken ernaast hangen er ook. Al het werk wat hier hangt, was een eeuw geleden, was het gewoon hypermodern, gewoon de hedendaagse kunst. Mm-hmm. En dat is een traditie die we eigenlijk nog steeds in stand houden. Dus jouw werk, dat zouden we nu nog steeds kunnen kopen. Ja, dit is een grafiektekening. Sinds 2 jaar geleden had ik het idee om een serie grafiektekeningen te maken. Om ook echt die ambacht te leren en ook te verkennen. En, ik vind het altijd interessant om in een tekening, wat tweedimensionaal, plat is, zeg maar, om daar ruimte te ervaren. Hey, kijk, een kieslak. Die bestaan al lang niet meer, denk ik. Volgens mij laag ze in 17. Volgens mij laag ze in Zuid-Limburg. Wat een mooie stenen. Denk je hier dat ze nog meer kristallen hebben? Bibliotheek, dat is een. Dat is een plek waar informatie met heel veel kwaliteit met elkaar gebracht is. Je zou kunnen zeggen van nou, bibliotheken, dat is niet meer nodig, want we hebben toch internet tegenwoordig. Of je hebt een cd'tje, er zit een encyclopedie op. Waarom is een bibliotheek dat nodig? Maar een bibliotheek, daar hebben andere mensen bedacht dat daar hele oorspronkelijke, bijzondere dingen samengebundeld zijn. Dat is echt, vind ik, fijn van bibliotheken. En wat ook... Wat goed is van bibliotheken, is dat het zijn van die plekken waar je realiseert, vind ik, van je mag ook echt wel een keertje even uitademen en tijd nemen voor, om het goed te doen. Weet je, al deze boeken, zeker als je naar die oude dingen kijkt, dat is allemaal zo goed gemaakt. Dus met zoveel aandacht en tijd zijn dingen gemaakt. En dat is ook wat een bibliotheek je leert. Van je mag echt wel wat rust nemen en dingen heel goed doen.
Weet je wat ik heel bijzonder vind van zo'n bibliotheek als dit? Is dat het een soort van uitgekristalliseerde kennis is van heel veel tijd. Weet je, het is een soort... We zijn al heel lang bezig met het verzamelen van kennis over de wereld. En op de een of andere manier moet het ergens moet het vastgelegd worden. Tegenwoordig heb je Wikipedia, maar dat is zo vluchtig en dat verandert heel snel en dat glipt door je vingers heen. Maar hier, op deze plek, heb je al die dingen, al die kennis uit het verleden, ligt hier dan bij elkaar. En wat ik heel tof vind, is dat je ziet dat het zoveel verschillende vakgebieden zijn die dan bij elkaar gebundeld zijn, maar die hebben wel met elkaar te maken. En je ziet hier algemene dierkunde, dat staat vreemd genoeg in het Frans. En daar heb je de viskunde en de vogelkunde en je hebt daar de insectenkunde. En de mensen uit de tijd van deze boeken, die waren vaak ook met al die onderwerpen bezig. Of in ieder geval waren ze veel breder bezig dan dat tegenwoordig het geval is. En dat vind ik, dat zie je ook in die dingen die mensen in die tijd gemaakt hebben. En wat zo'n plek als dit je leert, is dat we al heel lang heel veel weten. We zijn heel erg geneigd om steeds maar weer nieuwe dingen te onderzoeken en te denken van, hoe zit het, we gaan het onderzoeken. Terwijl het heel voor de hand liggend is om ook eens een keer in een bibliotheek te kruipen en te kijken van, wat wist men 200 jaar geleden over dit onderwerp? En dat zie je hier. Wauw, hier zitten allemaal planten. Is dit nou een schorpioen of zo? Nee, dat is ook een plant, denk ik. Want hier zitten allemaal planten, dus zouden ze toch geen schorpioen tussen doen? Hij is wel van 12 tot 15 meter. Zo, zullen we het hebben hoe lang dat is? Ja, oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. We zijn nu in de tegenwoordige tijd terechtgekomen. Hier is de nieuwbouw. En je ziet dus een paar dingen. Eén, de hele nieuwbouw staat los van het oude gebouw. Dus je beleeft eerst het hele oude gebouw en dan pas het nieuwe. Het nieuwe is ook bewust ondergeschikt aan het oude, zodat dus dat oude zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. Hier zien we nog een contrast met het bestaande museum. Het bestaande museum is natuurlijk steenachtig, naar binnen gekeerd, gesloten. Het is wel het symbool van de verlichting, maar die verlichting moet je anders opvatten. Hè? De verlichting was dus de verlichting van de geest. En wij zijn natuurlijk verder gekomen en wij zien in de moderne tijd zien we ook transparantie, doorzichtigheid, lichtheid, zien we als iets heel belangrijks. Dus buiten is even belangrijk als binnen, de vloeiende ruimte. Nou, dus daarom hebben wij gezegd, van die geslotenheid, van het zoeken naar de werkelijke waarheid, gaan wij naar de openheid van... Iedereen heeft zijn eigen waarheid. De wereld, kijk gewoon naar de wereld. Transparantie.